Dit is Theo van Gogh, een man die nogal voor ophef zorgt om zijn keiharde mening. Eigenlijk verdien je het op de brandstapel in brand gestoken te worden met een helse poppenwagen die je kut in gaat. En op een beruchte dag in 2004 wordt hij plotseling beschoten door Mohammed B. Theo probeert nog te vluchten, maar het heeft geen zin. Hij wordt koud en kil, bruut vermoord door Mohammed B. En televisiemaker Theo van Gogh is vermoord. Hij werd vanmorgen rond 9 uur op de Linnaeusstraat in Amsterdam gedood. Dit is het verhaal van de moord op Theo van Gogh. Eerst even aandacht voor de samenwerking in deze video en dat is WeCycle. Wat? Oude spullen? Nee, die heb ik niet. Daar heb je toch niks aan? Waarde? Wacht heel even, ik ga heel even kijken. Het is mijn oude voorraad elektronische apparaten. Telefoons, opladers, toetsenborden, alles. Don't be a e-waster en recycle je ongebruikte apparaten. Ga naar www.watismijnapparaatwaard.nl. Psst, ben je toch rijker dan je denkt? En nu door met de video. Theo van Gogh wordt geboren in 1957 in Den Haag. Er is nogal een bekende schilder met dezelfde naam. En dat kan je bekend voorkomen, want dat klopt. Want Theo van Gogh is familie van Vincent van Gogh. Waar Vincent van Gogh natuurlijk bekend staat om zijn prachtige schilderijen, wordt Theo van Gogh bekend om hele andere redenen. Hij begint een opleiding in Amsterdam om uiteindelijk dan advocaat te worden. Maar die opleiding maakt hij niet af. Theo van Gogh heeft een hele andere droom namelijk. Hij wil filmmaker worden. En films maken kost nogal wat tijd, maar vooral heel veel geld. En dus sprokkelt Theo van Gogh voor zijn eerste film eerst zelf allemaal geld bij elkaar. Hij debuteert met zijn allereerste film. En die film zorgt al direct voor nogal wat ophef en veel verschillende meningen. In de films van Theo zie je namelijk veel duistere, donkere, verdrietige scènes. Het heeft allemaal wat absurdistisch. Films met een goed einde, dat wil Theo niet. En dat valt best wel op. En die lijn trekt hij dan ook door in de films die ook daarna komen. Theo was namelijk een man die vooral veel films maakte waarin hij de financiering zelf regelde. En als je denkt dat zijn films door honderdduizenden mensen in de bioscopen worden bezocht, dan heb je het mis. Theo van Gogh maakte films die niet echt voor iedereen waren. Het waren dan ook echt vooral cultfilms. Films die wel naam maakten, maar niet heel veel bezoekers trok. Wel won hij prijzen, zoals een gouden kalf met zijn films. Maar bioscoophits maakte Theo dus nooit. En Theo van Gogh doet meer dan alleen regisseren van films. Hij regisseert ook tv-programma's en presenteert ook op de televisie. En dat is niet alles. Hij wordt vooral berucht om zijn columns. Zo werkt Theo van Gogh voor zo'n beetje elke krant als columnist. Niet omdat hij zo succesvol is en dat elke krant hem wil hebben. Nee, Theo van Gogh maakt nogal veel ruzie. Zo wordt hij bij zo'n beetje elke krant waar hij schrijft als columnist ontslagen. Of besluit hij zelf met ruzie de deur uit te lopen. En dat is niet zomaar. Theo heeft nogal een harde mening. En Theo vindt dan ook dat hij mag zeggen en mag schrijven wat hij zelf wil. En dat zorgt nogal voor wat problemen en ophef. Ho, en vind je dit nou interessant en onze reportages bijvoorbeeld ook, dan vraag ik jou om even te abonneren op ons kanaal. Doe dat en als je dat hebt gedaan, dan ga ik jou terugvolgen op Instagram. Het enige wat jij moet doen is een bewijsje sturen dat je dus bent geabonneerd en dan volg ik jou terug op Insta. Doen! En dan zeg ik nu door met de video. In zijn columns schrijft Theo dan ook vaak over mensen uit de media en die brandt hij dan volledig af. En ook heeft Theo een duidelijke, harde, heftige mening over de multiculturele samenleving. En daarnaast schrijft hij vaak en veel over de islam. En die onderwerpen komen vaak aan bod in het werk van Theo van Gogh. Zo maakt hij ook een film rondom de islam, de film Submission. Maar komt het thema ook vaak in zijn columns en in zijn tv-programma's veelvoudig terug.
Dit is mevrouw Van Gogh. Nou, ik vind het wel pijnlijk hoor, van mevrouw Van Gogh. Waarom vindt u het pijnlijk van mevrouw Van Gogh? Nou, dat ze van u er zo bij moet staan. Nou, ik zal u uitleggen. Ja. Voor een stilte, hoeft niet iedereen te weten. Ja. Ik heb haar laten besnijden, want dan worden ze rustig van. Dan moet je ophouden. Theo schrijft, zegt en roept wat hij zelf wil. Wat iemand daar ook van vindt. Caroline, je bent een oplichter. Je bent een tilster en eigenlijk verdien je het op de brandstapel in brand gestoken te worden met een helse poppenwagen die je kut ingaat. Willyboard, Willyboard! Hier niet in huis! De kinderen van Afrika vragen of je buiten komt! Stel je voor dat je broekspruipen hier ligt zo'n stervend kind en dan ga je zo op je knieën zitten. En dan dat kind het laatste rochelende adem en dan ga jij zo voorover. En dan onder de mond van mond naar mond beademing steek je je tong erin. Nou, dat is wel bijzonder smakeloos. Ah, oh. Er gaat ook nog de foto en het glas breekt. Hey, Jezus Christus. En dat levert veel gedoe op, zoals ik net ook zei. Theo raakt vaak verwikkeld in discussies, debatten, rechtszaken en ruzies. Theo van Gogh. Iedereen heeft op dat moment een mening over deze meneer. En dan is het die beruchte dag. 2 november 2004. Theo van Gogh fietst op een normale ochtend van zijn huis naar zijn werk. Wat Theo niet weet is dat Mohammed B. met een HS-2000 pistool klaar staat te wachten. Om Theo van Gogh zijn leven bruut, koud en kil te beëindigen. Uit het niks wordt Theo van Gogh dan ook beschoten. Hij wordt geraakt. Theo van Gogh vlucht naar de andere kant van de weg. En roept op dat moment nog om genade. Om niet te schieten. Maar Mohammed B. is genadeloos. En schiet nog een paar keer op Theo van Gogh. Op dat moment ligt Theo van Gogh bloedend op straat. Goedemiddag. Regisseur, schrijver en televisiemaker Theo van Gogh is vermoord. Hij werd vanmorgen rond 9 uur op de Linnaeusstraat in Amsterdam gedood. Hij werd gestoken en beschoten door een 26-jarige man die zowel de Nederlandse als Marokkaanse nationaliteit heeft. En als je dan denkt dat het daarmee af is gedaan, heb je het mis. Mohammed B. buigt over Theo van Gogh heen en besluit voor de zekerheid om nog een paar kogels af te vuren op Theo. En dan is het echt nog niet klaar. Mohammed B. draagt een Kukri kapmes bij zich met een brief. Hij besluit om het mes diep in Theo van Gogh te steken met daarbij de brief. En die brief is een doodsbedreiging aan Hayyan Hirsi Ali, een Tweede Kamerlid op dat moment, die zich vaak streng en hard uitlaat over de islam. En dan vlucht Mohammed snel voor de politie. Er wordt door Mohammed zelfs nog geschoten, waar ook bijstanders gewond raken en ook een politieagent wordt geraakt. Maar dan wordt Mohammed B. door de politie beschoten en in zijn been geraakt. En dan wordt Mohammed ingerekend, opgepakt en afgevoerd. Mohammed B. wordt veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. En dat is het einde van het leven van de voorvechter van het vrije woord, Theo van Gogh. Vind je dit soort video's nou interessant? Doe dan een duimpje omhoog. Laat hieronder ook weten over wie volgende keer de True Story moet gaan. Dus drop vooral je suggesties, we lezen alles. En dan dank ik jou voor het kijken. Abonneer op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jou bij de volgende video. Doei!